De titel van mijn column is Belgisch. Rob Jetten heeft afgelopen week zijn eerste politieke finest hour beleefd als fractievoorzitter van D66. Rob heeft het in de Eerste Kamer voor mekaar gekregen dat het proces gestart gaat worden om te komen tot een gekozen burgemeester. Voorlopig hoeven we nog niet naar de stembus. De grondwet moet eerst aangepast worden en dat schijnt nog niet zo gemakkelijk te zijn. Daar komt bij dat Hubert Bruls dit jaar voor een tweede termijn van zes jaar is benoemd. Die gaat voorlopig niet weg. Iets wat de harde kern van NEC en andere schreeuwers op sociale media zwaar kloten vinden. Maar met schreeuwen verander je de grondwet niet. Vraag maar aan Robjette. Bruls mag overigens blij zijn dat de grondwet nog niet veranderd was toen hij burgemeester werd in Nijmegen. Want anders was hij het nooit geworden. Er is al meer dan voldoende over geschreven hoe hij toevallig burgemeester is geworden, dankzij de afgunst bij een paar partijen in de raad. Maar niet getreurd. De raad was unaniem voorstander voor een tweede termijn. Vergeten waren het gekonkel en achterbaksgedoe van zes jaar geleden. En terecht. Ik vind Bruls een toffe burgemeester. Ga mij nu vooral geen reactie sturen dat ik dus een CDA-stemmer ben. Want die verdenking kreeg ik ook al, omdat ik CDA-raadslid Marjolein Meiling twee keer achter elkaar in een kolom had opgehemeld. Ik heb nog nooit in mijn leven CDA gestemd. Ik heb namelijk een moeilijke jeugd gehad. Mijn vader verzekerde mij dat alles goed zou komen door te stemmen op de KVP. Ik zag dat anders. En ik ga ook geen VVD stemmen, ook al opperde nieuwbakken VVD-Kamerlid Thierry Aartsen afgelopen week om minder subsidie te geven aan woeste experimenten op het toneel, maar meer subsidie aan carnavalsoptochten. Iets wat ik zeer zou toejuichen. Terug naar Rob Jepte en zijn kweesten naar de gekozen burgemeester. Meerdere varianten zijn denkbaar. Er is zelfs sprake van een Belgisch model. Als lid van het bierproeverschil De Wiegen kun je mij geen groter plezier doen dan met een mooi Belgisch bier. En als wielerliefhebber zit ik vooral bij de Belgische koers op het puntje van mijn stoel. Maar een burgemeestersverkiezing volgens het Belgisch model? Hoe dat precies werkt weet ik niet. Maar het komt erop neer dat de grootste partij de burgemeester mag leveren. Gezien de te verwachte overheersing van GroenLinks in Nijmegen, zou dat kunnen leiden tot de situatie dat Jan van der Meer na zijn wethoudersavontuur in Eindhoven burgemeester van Nijmegen wordt. Dit is overigens een volkomen, willekeurig voorbeeld. Ga dus vooral nog geen moord en brand schreeuwen, maar het zou wel zomaar kunnen. We zijn gewaarschuwd. Hartelijk dank, Rob Jetten. Bij het Belgisch model is het verplicht dat een burgemeesterskandidaat lid is van een politieke partij. Heb ik weer. Ik ben geen lid van een partij en zal het ook nooit worden. Ik zou niet weten van welke partij. Geen burgemeesterspost voor mij. Mij rest alleen het Belgisch bier.